net alsof dat voor het eerst is gedaan. Nou, ik wil het eens even iets ondervragen. Ik lees even in zijn verkiezingsfolder, en die heeft hij geschreven. Hij zegt van, dat ik verklaard heb op tv, dat ik niet met leefbare hemelzaal in een college wil. Ik wil nu van hem weten, wanneer heb ik dat verklaard? Het was op vrijdagmorgen, Jaap, dat ik werd min of meer overvallen door Zeeland, die mij een aantal vragen ging stellen en die waren daarna zo vriendelijk om jou daarop te laten reageren. En dat was je goed recht. Kijk, wij hebben standpunten, jij hebt een standpunt, dat was je goed recht. Dat respecteer ik ook wel heel goed. En de verslaggever vroeg toen op een gegeven moment aan jou van zou er eventueel nog geschikt zijn of voor jou acceptabel zijn om in een college te gaan zitten. De heer Koeman had al gereageerd op een gegeven moment van nou dat is onmogelijk. En het verbaasde mij dat het er ongeveer een anderhalf, twee uur op heeft gestaan op het filmpje. En vervolgens dat het nergens meer te vinden was. Ik heb in de noodgang mijn collega, de heer Van der Hoes, die kent u wel, komt het Ierske, zit daar ook. Ja, niet jou toch, hè? Daarover gevraagd, van zeg kerel, heb jij dat ook gezien? Hij zegt ja, dat heb ik ook gezien. En ik ga nog eens even kijken, want als je zegt dat het eraf is, dan zal dat vermoedelijk wel. Maar dat wil ik even checken. En ook hij komt tot de conclusie dat hij dat heeft gezien. Hij heeft het gezien. En ook hij komt tot de conclusie dat het helemaal verdwenen is. Maar het filmpje stopt. Het mooiste van vanavond is dat jullie hier allemaal bij elkaar zitten. Dus ik wil het controleren. Zie je het voor je? Ja? Ja, maar ik ben het absoluut niet met hem eens. Want ik hoorde dat gerucht. Dus ik heb gisteren even Omroep Zeeland gebeld. Ik zeg, hoe zit dat? Hij zegt, ja, er zijn drie versies. Eentje voor de radio, die heb ik. Eentje voor internet, heb ik gezien. Eentje voor die website Zeeland Kiest, heb ik ook gezien. Een vierde versie. Kennen ze niet? Absoluut niet. Jij schrijft maar in dat ik dat gezegd heb. En ik weet voor 100% zeker dat ik dat niet gezegd heb. Als jij het opgenomen hebt, dan daag ik je nu uit. Rij even naar huis. Haal die CD-ROM. Pak de fiets. Dan kijken we. Mensen worden er naar. Nee. Ja, voordat je dat voor gaat stellen, vind ik het heel interessant om bij die vraag. Ja, ik voel het hier een beetje in de zaal. Iedereen die wil natuurlijk heel graag weten of dat filmpje wel of niet bestaat. Maar wat ik echt voel in de zaal is dat ze willen weten of je een college zou willen vormen met leefbaar hemelzaal. Nee, het gaat nu even om de vraag, heb ik dat gezegd? Het antwoord is absoluut nee. Ik heb gezegd, wij sluiten niemand uit. En als iemand anders zich uitsluit, oké, dat is zijn zaak. Maar hier wordt gesuggereerd, nee, het wordt hier geschreven, zag ik dit. Ik heb dat gezegd, dan denk ik, Marien, hier hou jij de mensen voor de gek. Haal dan nu even die CD-ROM waar je het hebt opgenomen. Dan drinken we even een bakje koffie. En nee, serieus. Ja, ik vind dit maar gewoon geen haalbare kaart. Nou, ik denk, dan hebben we ook een keer tijd. Dan hebben we ook een ik dat gezegd heb, als mij hier oordelen op worden gelegd, zwart of wit, die niet waar zijn, protesteer ik dat tegen, maar daag ik hem nu uit om op dat bandje te halen, dan kunnen we hem samen bekijken, dan kan de zaal weten wie hier nou niet helemaal de waarheid zegt. Ja, ik ben benieuwd. Haal dat ding op. Ik wil wel graag een korte reactie geven. U krijgt van mij een korte reactie. Nee, ik wil dat bandje zien. Wat is dat voor? Ja, nee. Laat hem even antwoorden, ja. Ik wil ook wel eens wat en daar komt ook niks van terecht. Nee, maar ik ga recht door zee, daar wacht ik op. Ja, ik ga recht door zee. En het is een feit dat er een uitzending is geweest, op diezelfde dag ook, dat jij hebt gezegd dat, ik leg daar echt niet over wat hoor. Want of wij nu wel of niet in het college komen, dat maakt mij in ieder geval helemaal niks uit. Want dat, probeer in de microfoon te spreken alsjeblieft. Dat maakt mij helemaal maakt mij helemaal niks uit. En heel de fractie wat dat betreft. Maar als er op voorhand al gezegd is, of gezegd wordt, dat er een partij wordt uitgesloten, ja, nou, dat is prima. Maar Jaap zegt, is niet waar. Ja, Jaap zegt, is niet waar. En ik zeg dat wel waar is.
Nee, maar... Nee, ik ben het absoluut niet mee eens. Ik daag je nu uit, haal dat van je. En durf je het niet, dan dien ik nu een motie van wantrouwen aan. Juridisch ingewikkelde kwesties op het A. Het is geen raad.